Jan-Willem van Dop, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Ja, het is gewoon leuk hier. Ja, het is erg gezellig. We hebben natuurlijk, helaas vorig jaar is het een beetje in duigen gevallen. We hebben natuurlijk corona ook meegemaakt. En dit is een wat nieuwe setting met ook daarbij betrokken de Vetkampstraat zelf. Ja. Het is gewoon een leuk concept. Het is lekker druk. Spelers kunnen hier nog gewoon natuurlijk lekker rondlopen tussen de supporters. Hun dingetje doen. Staan open voor de foto, voor de handtekening. Ja, gewoon een heerlijke sfeer. Echt leuk. Echt inderdaad zoals het hoort te zijn eigenlijk, hè, bij een voetbalclub. Zeker. Ja. En het is natuurlijk een bewogen seizoen geweest. Daar heb ik natuurlijk uitgebreid al over gesproken. Waar staan jullie nu om eens een heel globaal groot begrip te pakken? Nou ja, waar we staan is waar we geëindigd zijn. Dat is denk ik wel de situatie. We hebben natuurlijk we hebben de vakantie weliswaar gehad, maar de groep is nog steeds intact. We hebben nu 2 wedstrijdjes gespeeld. Ik heb dat zelf ook kunnen zien en denk, nou, jongens zijn goed teruggekomen van vakantie. Zitten er goed in. En aan ons is het natuurlijk om ervoor te proberen die selectie zo goed als mogelijk intact te laten. En natuurlijk zullen er 1, 2... misschien nog wel een derde een verzoek hebben. Mm-hmm. Alleen dat wil niet altijd zeggen dat je ook met alle verzoeken maar mee moet gaan. Want zorgt er ook voor dat je de club ook, dat de mensen, spelers willen blijven op het moment dat ze horen van we gaan Europees voetbal spelen of juist bij willen komen? Nou, die kans is sowieso aanwezig. Ik denk dat altijd speelt. Dat zag ik in het verleden ook nog wel eens een keer bij clubs. Dus die jongens die zien die uitdaging ook. En laten we wel zijn, tot en met 29 augustus is er iets te spelen om uiteindelijk in een groepsfase terecht te komen. Dus ook die jongens is er heel veel aan te doen om daarbij te horen. We hebben net toevallig voorafgaand aan de open dag een overleg gehad met de spelersraad. En daar voel je ook hetzelfde, dat de jongens echt wel ergens voor willen gaan. En dat is gewoon mooi. Ja, we zitten nu over spelers te praten, over voetbaldingen. Maar waar ik ook even met je naartoe wil, is het organisatorische eromheen. Dat waar jij natuurlijk ook verantwoordelijk voor bent. Ga ik eventjes over 18 dagen spelen we tegen de ploeg uit Noorwegen, Bram. Volgens mij komt er heel veel op een club af. Want wij als supporter misschien heel luchtig tegenaan. Ja, wij gaan gewoon naar het stadion, we gaan door het poortje, net zoals altijd. Ja. We gaan op de plek zitten. Maar volgens mij werkt dat niet helemaal zo. Nee. En daar heb je ook echt wel hulp bij nodig. We zijn op het moment dat wij ons kwalificeerden, zijn we natuurlijk ook gaan in contact gekomen met bijvoorbeeld een FC Twente, met Feyenoord. En ik moet eerlijk zeggen, FC Twente zelf was heel proactief met al, jongens, als jullie dit moeten gaan organiseren, denk even daaraan. Ik heb het geluk dat ik voor UEFA ook wel het een en ander doe, dus ik weet wel wat er in die voorrondes te wachten staat. Maar dan is het wel heel mooi om het te mogen doen met een team, al met een klein beetje hulp van buitenaf. Dus we hebben het sowieso in handen gelegd van de reisorganisatie. Maar je wil niet weten hoe moeilijk het is om op dit moment simpelweg een vliegtuig te krijgen. Het is dus geen lijnvlucht, je moet een eigen vliegtuig. Nou, dan zouden we het mooiste zo zijn, een vliegtuig voor de ploeg en een vliegtuig voor de rest. Nou, dat is al geen optie meer, dus je gaat voor 1 vliegtuig. Wat op zich trouwens ook prima is. Alles bij elkaar, 1 familie. Dat past ook bij Go Ahead Eagles. Mm-hmm. Maar goed, voordat we dat voor elkaar hebben gekregen. En als je de prijs hoort, nou, het is gewoon niet normaal. Het is echt niet normaal. Vakantietijd, er zijn, dat vergeten we ook wel eens een keer. In deze ronde spelen 90 ploegen. Conference League, datzelfde met Europa League, zelfs met Champions League. Dus dat betekent dat je dus al op ongeveer 100 teams, die zijn op zoek naar een vliegtuig voor die wedstrijd van 1 augustus. Ja, en dan geldt natuurlijk ook van, is de vraag hoog, het aanbod laag, is de prijs hoog, want zo werkt het natuurlijk. Precies. En het is vakantietijd, dus niet iedereen heeft maar die vliegtuigen beschikbaar. Ik ben zelfs nu in overleg om te kijken, want het gaat allemaal zo snel. Wij moeten 22 juli, voordat we zelf spelen, moeten we eigenlijk al weer naar de loting voor een eventuele volgende ronde. Komt dan, dat wil ik zeggen, die komt dan al eerder. Dat weet je al, als je wint, dan moeten we eventueel of naar die. Ja. Dus dan moet je weer al op voorhand opties gaan nemen voor vliegtuigen, of het wel niet doorgaat. Dus ja, er komt heel veel bij kijken. Je praat nu over uitwedstrijden, thuiswedstrijden. Waar zeg je, kun je iets noemen waarvan je denkt van, nou, dat denkt niemand aan, maar dat moeten wij regelen. 2 dingen. De verlichting. We hebben hier 1100 lux. Wat acceptabel, wat goed is. In de voorrondes van de Europa moet je naar 1200 lux. Dan zeg ik, nou, een paar lampjes bij. Zo werkt het niet. In de groepsfase moet je naar 1400 lux. Ga je dan in stappen doen of doe je het in één keer goed?
Nou, wij hebben gekozen voor het laatste in één keer goed. De B-side. Safe standing. Mag ik heel even ontbreken? Je zegt, we gaan andere verlichting plaatsen. Dat blijft wel Goet verlichting of wordt dat een disco verlichting? Nee. Ja, ik ben oldschool, hè? Dus ja, ik ook. Jij zit tegen de Heer Veen te denken nu. Nou ja, nee, ik kom tegenwoordig overal en als er een doeken geschoord wordt, gaat alles daar. Ja, kinderen vinden het leuk, maar ik ben oldschool en misschien ben ik dan ook wat oud. Nee, dit zou ook niet passen bij Goet Eagles. Het is overigens wel een partij die het heel goed doet op het gebied van ledverlichting in andere stadions. Heeft dit ook aangeboden? Want dit kunnen we gaan doen. Ik zei, nou, ik denk het niet. Dus haal dat er maar uit. Okay. Maar het is ook wel een supporter van de club. Een businesslid. Dus die gun je het ook. Dat hij dat kan gaan regelen. Maar goed, dat moet dus geregeld worden voor 25 juli. Ja. Safe standing. Zijn ze vandaag mee begonnen. Dat is een alternatief safe standing verhaal. Normaal gesproken moet je het doen op elke trede. Wij mogen het dan nu doen om elke twee treden. Zodat je toch nog wat ruimte hebt. Maar dan moeten wel van die relingen komen. En die stoeltjes die erin zitten, die mogen in principe gewoon, je hoeft niet te gaan zitten. Dus je mag blijven staan. Maar je moet ze wel hebben. Anders zegt u Eva, die site mag je niet verkopen. En dat willen we niet. Nee, want uiteraard, je wilt je seizoenkaarthouders de mogelijkheid geven om die wedstrijd allemaal te zien. Ja, uiteraard. Ja. Ja. Goed, al met al noem je nu al heel wat dingen op. Wat heel veel geld gaat kosten. Ja. Ik ben een klein beetje economisch aangelegd, maar gaan dan de kosten niet boven het gewin? Laat ik zo zeggen, de investeringen die je natuurlijk doet, dat zijn investeringen die je in principe afschrijft over 10 jaar. Je verlichting en je safe standing, die kunnen we afbreken en weer opbreken op de nieuwe B-side. Dus dat is niet voor 1 jaar. En dat gaat dan sowieso al 10 jaar mee. Maar je hebt inderdaad wel te maken met bijvoorbeeld zo'n vliegtuig. Nou, in de tijd, dat mag je best weten, bij mijn vorige club, maar dan praat je over 14 jaar geleden, 2010 met Utrecht, was ik zelf verantwoordelijk voor het huren van vliegtuigen. En had je tussen de 25 en de 50.000 euro voor een vluchtje, had je een vliegtuig. Dat is nu keer 4. Ja, zoveel? Bizar. Dat is zo verschrikkelijk veel geld. Ja. Hebben we niet iemand binnen de club die zegt van nou, ik kan het ding wel even besturen? Nee. Nee, helaas. Hey, maak het er een beetje een geintje over. Maar uiteraard, kosten zijn dus enorm. Ja. Je haalt het toch wel even aan. De safe standings kunnen we gebruiken op het nieuwe B-site. Hoe staat het daarmee? Die plannen? Ja, die plannen. Plannen zijn er. Daar staat het goed mee. Wij hebben vernomen dat wij deze week bericht krijgen. En voor die tijd gaan we nog wel even de buurt informeren. Want dat vind ik wel van belang. Dat zij het niet uit de media moeten horen. Maar het gaat de goede kant op. Dat wij naar alle waarschijnlijkheid de vergunning gaan krijgen voor de nieuwbouw van de twee tribunes. Daar gaan we dan ook op het moment dat dat groene licht komt, gaan we daarmee naar buiten. Maar nogmaals, dan vinden we wel dat we in eerste instantie de buurt daar even over moeten informeren. Uiteraard. Ja. En dat verwacht jij dus? Dat verwacht ik deze week. Dus dat zou een goed nieuws kunnen zijn. Ja. Heb je verder nog zaken die, want ja, het is niet alleen op het veld wat de professionele, want Paul Bos zei terecht al, we hebben een goed fundament. Organisatorisch, staat daar nog dingen te veranderen? Nee, op dit moment denk ik dat wij, kijk even naar technisch, we hebben wat dat betreft inderdaad een goed team. En we hebben er een nieuwe performance trainer bij gekregen, Alfie Miles, een jongen ook met een bepaalde ervaring. Misschien moet er nog ietsjes bij op het gebied van, want trainers zijn toch wel heel vaak dat ze kijken naar een bepaald specialisme. Nou, dat we zeggen van oké, er moet misschien nog iemand op dat vlak zouden erbij kunnen nemen. Aan de andere kant, de niet-voetbalorganisatie staat als een huis, dus daar hoeven we inderdaad ook niks te doen. Nee, kortom, ik heb het idee dat wij gewoon klaar zijn voor het nieuwe seizoen. Heb ik nog een vraag, die komt op het punt van een van de, misschien wel de zwartste bladzijde uit Go Ahead. Misschien is dat, weet jij direct waar ik naartoe wil. De club is de shock te boven, maar in ieder geval, de eerste shock is het te boven. De club moet door, Go Ahead moet door, jij moet door, wij moeten met z'n allen door. Ja. Er wordt dan door buitenstaanders, dus dan heb ik de voetbalsupporters om mij heen. Nou ja, iedereen die leeft eigenlijk wel mee en het is onvoorstelbaar, maar goed. Dat heeft vast gevolgen voor Gwert, hoor je dan in alle geledingen. Ja. Wil je daar iets over zeggen? Ja hoor, we hebben vorige week
Inmiddels dus al bijna 2 weken geleden hebben wij een gesprek gehad met de familie. Met Mirjam, de vrouw van Kees en ook 2 mensen uit de Vierhouten groep. Die heel nauw betrokken altijd al waren. En daar heb ik samen met Hans de Brome als klein aandeelhouder het gesprek mee gevoerd. En daar is heel duidelijk uitgesproken dat de familie wil doorzetten wat Kees wilde. En dat betekent de verbouwing. Kees stak al niet echt natuurlijk geld in de club op als het ging om het aantrekken van spelers. Dus daar verandert er ook niks. Geen conservatoren, zeg maar. Nee, wij moeten echt onze eigen, en dat willen we ook, onze eigen broek opbouwen. Maar daar waar het gaat om investeringen in het stadion, om het goed. Dat zijn Mirjam ook, dat de wens van Kees is om dat af te bouwen. En dat gaan wij dus ook realiseren met elkaar. Dus de familie blijft er in principe blijft er gewoon bij. Nou, dat is een, en dat is een heel mooi signaal, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Daar kunnen we, daar kun je als club uiteraard verder mee. En dan moet je heel, mijn invulling, heel dankbaar voor zijn dat de familie dat, dat ze dat van hun vader, hun man, dat ze dat... Zeker, dat is van groot belang. Ze hebben ook heel duidelijk aangegeven dat ze het vertrouwen hebben in Paul en in mij. Dat is dan een stuk basis ook van hun commitment. Ze zeggen ook van, maar hoe zit jij zelf daarin? Ik zou moeten luisteren. Ik heb een contract getekend onlangs nog met Kees tot 2028. En ik blijf sowieso, als ik dat qua gezondheid ook kan doen, ik blijf sowieso tot 28. Dus daar hoeven jullie geen zorgen om te maken. En datzelfde geldt denk ik ook voor Paul. En wij zijn inmiddels nu zo één met de club. Dat het is het mooiste om hier voor deze club te mogen werken. Waarom zou ik iets anders doen? Wij zitten naast een hele tevreden Jan-Willem van Dok. Absoluut. Absoluut. Goed, succes nu met de voorbereiding op de wedstrijd die er aan zit te komen. De spanning erbij in het boeken van een vliegtuig. Hoe dan ook. Kan ook nog treinen en bussen die kant uit. Maar dat gaat niet gebeuren. Dankjewel, Jan-Willem van Dok. Graag gedaan.